Hey, hallo, dit is Q&A van MVS met een overzicht van het queernieuws van de afgelopen week. Yes, we can. De leus van de nieuwe president van de Verenigde Staten gaat niet op voor de homo's daar. Tegelijk met de presidentsverkiezingen waren er in een aantal staten referenda over het homohuwelijk. In Florida, Arizona en Californië verliezen de homo's hun nog maar net verworven recht om te trouwen. In Los Angeles gingen woedende homo's de straat op en in verschillende staten zijn rechtszaken aangekondigd tegen het nieuwe besluit. Het stadhuis van Los Angeles sloot op 5 november al direct haar loketten voor gay paren die nog wilden trouwen. Andere paren bereiden rechtszaken voor om hun tussen juni en november gesloten huwelijk ook nu nog rechtsgeldig te laten zijn. Louis van Gaal neemt deze week het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Gelijk Spel. Schrijver Huub ter Haar portretteert daarin topsporters die homo zijn. Na de overhandiging zal van Gaal een toespraak houden waarin hij zijn visie geeft op het taboe van homo zijn in de sport. En Ronald Plasterk zal daar ook bij aanwezig zijn. Volgens het boek kiezen nog steeds tientallen homo-topsporters ervoor om een verborgen leven te leiden. Vaak door sponsorbelangen en uit angst voor het reacties van het publiek. De openhartige verhalen in Gelijkspel zouden juist openheid geven. Met deze openheid en het uit de kast komen hopen de geportretteerde sporters een voorbeeldfunctie te vervullen. Erika Terpstra en de journalisten Mart Smeets en Barbara Barend hebben eveneens een bijdrage geleverd. Of ze homo zijn, dat weet ik niet. Duitsland lanceert een speciale televisiezender voor homo's onder de naam Tim. Slogan van Tim is: wij houden van mannen. Origineel. De eerste uitzending is de Amerikaanse serie Noah's Ark over het leven van vier homo's die samenleven in Los Angeles. En ook zijn de series Absolutely Fabulous en The L-Word aangekocht. De zender toont daarnaast documentaires met beroemdheden die zogenaamd favoriet zijn in de homo-scene, zoals Liza Minnelli en Rupert Everett, journaals en debatten. Tim behandelt daarnaast beladen onderwerpen als homoseksualiteit binnen de islam en het leven van homoseksuelen tijdens het bewind van Adolf Hitler. Een woordvoerder van de zender zegt dat ze zich richten op de 3,6 miljoen homoseksuelen in Duitsland, hun familieleden, vrienden, lesbiennes en metroseksuelen. Het Amsterdamse stadsdeelraadslid Bob van Schijndel zegt de politiek vaarwel. Van Schijndel was onder meer gemeenteraadslid van de hoofdstad en lid van de Eerste Kamer. Van Schijndel stond bekend als homo-emancipator en was onder meer initiatiefnemer van het homo-monument op de Westermarkt. Als dank hiervoor werd hij vorig jaar nog beroemd tot Mr. Grey Pride. Verder werkte hij als commissielid welzijn aan sport en armoede- en diversiteitsbeleid. Van Schijndel stelt nu dat hij te oud geworden is voor politieke spelletjes, maar dat hij nog steeds wel gelooft in de sociale en groene diversiteitsdoelen van GroenLinks. Bob wordt opgevolgd door Zeger Ernsting. Zoals bekend vindt de Roze Zaterdag 2009 plaats in Den Haag. Het evenement wordt normaal altijd op de laatste zaterdag in juni gehouden. Maar omdat 27 juni 2009 Den Haag al in het teken staat van de Landelijke Veteranendag, is besloten om de Roze Zaterdag een week te vervroegen naar 20 juni.
En deze week werd bekend dat de Europese homo-organisatie, de International Lesbian and Gay Association, besloten heeft de jaarlijkse conferentie van 2010 ook in Den Haag te houden. Minister Ronald Plasterk heeft zich bereid verklaard de bijeenkomst in Den Haag te openen. Het COC in de Haagse regio heeft een voorlopig plan opgesteld en gaat op korte termijn op zoek naar geschikte locaties om de meer dan 200 gasten uit 47 landen onder te brengen en de vergaderingen en workshops te houden. Christelijke homo-organisaties vinden dat de protestantse kerk in Nederland ten onrechte een probleem maakt van homoseksualiteit. Ze vinden het hoog tijd dat homo's zelf eens aan het woord komen. De protestantse kerk is voor homo's en lesbiennes geen veilige plaats om te spreken over seksualiteit. Dat schreven althans vertegenwoordigers van christelijke homo-organisaties vorige week in Trouw. Zij reageren daarmee op een brief over homoseksualiteit die het landelijk bestuur van de protestantse kerk Nederland heeft opgesteld en die in een besloten vergadering van de protestantse synode werd besproken. Gordon is boos, zeg maar gerust woest. Volgens hem is zijn vriendje Sander ontslagen omdat hij homo is. Sander was model voor het kledingmerk Big Star en zou ook in de volgende campagne te zien zijn. Volgens Gordon gaat dit niet door omdat het bedrijf nu weet dat Sander homo is. Gordon en Sander hebben overwogen een aanklacht wegens discriminatie tegen Big Star in te dienen. Ze zien daar echter van af om de carrière van Sander niet in gevaar te brengen. Big Star zegt zelf onder andere dat Sander de opdracht niet krijgt omdat het bedrijf vindt dat er te veel publiciteit omtrent de relatie met Gordon zou kunnen komen. Tot slot van deze Q&A nog wat agendatips. Zaterdag 15 november is er een Spellbound, het beste underground queerfeest van Amsterdam. Underground house en disco, the darker side of techno en electro en een live optreden van de Amsterdamse queer electronic band Cap. Vanaf 11 uur in de Okkie op de Amstelveense weg. Vrijdag 21 november is er weer het vrouwenfeest in Panama. En dit keer wordt het een mysterious flirtation die zal proberen te verleiden tot dansen, drinken, feesten, genieten en flirten. Flirtation dus van 11 tot 4 in de Panama. En op zaterdag 22 november Unk in Club 8 met DJ's Loepen, Wannabe a Star en Michael Nunes. Vanaf 11 uur op de Admiraal de Ruiterweg. 1 december de Love Dance, de 6e editie van het spectaculaire benefietevenement ten bate van het AIDS-fonds. Op de 3 hoofdpodia aan de verschillende dansvloeren zijn meer dan 50 optredens met in totaal meer dan 100 artiesten te zien. We komen er vast nog op terug in de volgende uitzendingen, maar zorg dat je kaarten op tijd binnen hebt. Heb je s'avonds eens een keer geen zin om eruit te gaan? Er is een nieuwe Homo Radio website. Op homoliedjes.nl kan je een wekelijkse podcast beluisteren van de Draaikonten. Het gaat volgens de makers om een spannend en humoristisch programma waarin de sfeer van het nichtenleven in al haar facetten doorklinkt. Surf dus even naar homoliedjes.nl. En nog een oproep. MVS en Q&A zijn op zoek naar een editor. Heb jij wat ervaring met Adobe Premiere of Final Cut? En heb je nog een uurtje vrij in de week? Mail ons dan op info@mvs.nl. Ook voor meer informatie en deze uitzending surf je naar mvs.nl. MVS gaat hierna nog een uur door en ze blijft vooral nog even kijken. Wij zijn er volgende week weer. Van Globe krijg je een droge bek. Nog een fijne avond.